Afgelopen vrijdag keken een aantal bewoners in de Wolfskelle Nijmegen raar op toen ze hun stempas in de brievenbus vonden. Daar stond namelijk dat de bewoners op 21 maart kunnen gaan stemmen in de driesprong aan de Fuchsiastraat. Maar dit oude wijkcentrum is vorig jaar al gesloopt. Volgens een woordvoerder van de gemeente komt dit door een zogenoemde mismatchverzending. In het systeem van de gemeente was nog niet de nieuwe locatie vermeld. Dinsdag kunnen de bewoners een excuusbrief verwachten van de gemeente Nijmegen en de nieuwe locatie. De nieuwe locatie is overigens wijkcentrum Titus Brandsma aan de Tweede Oude Hezelaan.